bij Climax. Elke zondag vind je ons om 1 uur hier op YouTube. En in Climax onderzoeken we wekelijks de laatste nieuwtjes rondom drugs en seks. En vandaag hebben we het over de abortuspil. Want de vraag die al jaren bij de overheid ligt is of deze verkrijgbaar zou moeten zijn bij de huisarts. En Jamal is op onderzoek uitgegaan om te kijken wat Nederland hiervan denkt. Maar voordat we het over de abortuspil gaan hebben, gaan we het eerst nog eventjes hebben over de stelling van vorige week. Microdoseren om je beter te voelen vind ik onzin. 39% van jullie zei, ja, dat vind ik onzin. Ja. Nou, valt nog mee, toch? Ja, valt me ook nog mee. Ik had gedacht dat meer mensen het onzin zouden vinden eigenlijk. Ja? Hoezo? Ja, omdat je er gewoon niet vaak over hoort. En het wordt wel snel in zo'n gekkiehoekje weggezet. Maar mensen staan er wel voor open dan, blijkbaar. Ja. Heb jij het idee dat jij nu in een gekkiehoekje bent gedrukt, Jamal? Nee, maar ik had er zelf ook nooit echt over nagedacht, hoor. We hebben ook nog even wat comments erbij gepakt van afgelopen week. Sander Spierenburg zegt namelijk, ik vind het verbloemen van de realiteit. En dan heeft hij het over de microdosering, neem ik aan. Nou, zo heftig is het ook weer niet. Nee, voelde jij dat je op een soort roze wolk... Is niet ineens... Nee, maar ik snap wel waar die vandaan komt. Van als je je niet goed voelt, ja, soms heb je gewoon een kutdag. Misschien moet je dat ook gewoon zo... Nou ja, en de stelling is ook microdoseren om je beter te voelen. Dus dan gebruik je het misschien ook met een andere intentie... dan als je het gewoon inderdaad als experiment ziet. Ja. Toch? Ja. Tessa van de A zegt... Ik denk dat dit op een voorzichtige manier inzichten kan geven die je kan toepassen als je nuchter bent. Dus de drugs gebruiken om eigenlijk je nuchtere leven wat meer insightful te maken. Ja, denk ik ook dat het een goede is, want ik heb soms bij gewoon een normale, echt een trip, dat het gewoon zoveel is. Ja. Dat je denkt, ik kan hier wel dingen mee, maar ik weet niet precies wat. Ja. Dus het is wel... Nou ja, en ik denk ook dat dat misschien een beetje, microdoseren is zo, dat is zo'n kleine verandering eigenlijk in je, in je doen en laten. Dat als je truffels neemt, dan denk je in één keer, oh my god, ik snap de wereld of zo. Mm-hmm. Die inzichten kan je wel meenemen als je nuchter bent, maar microdoseren, dat ligt zo bijna op lijn met je dagelijkse... Ja. Bezigheid. Ja, dus ik denk dat het een goede omschrijving is. Ja. Terug naar de abortuspil. Ja, want over de abortuspil. Even een klein overzichtje, want ik was zelf ook een beetje de draad kwijt. Je hebt dus de morning after pil. Die kan je tot 72 uur na de onbeschermde seks gebruiken. En daarnaast heb je de overtijdsbehandeling. Die kan je tot 16 dagen overtijd nemen. Dit is een beetje grijs gebied, want die... kun je bij sommige dokters wel voorgeschreven krijgen, maar bij anderen weer niet. En dan heb je de abortuspil, waar het dus vandaag over gaat. En dat is echt een pil die ervoor zorgt dat jij een miskraam krijgt. Dus waarmee je zwangerschap echt afbreekt. Oh. En die is tot 9 weken zwangerschap, kan je die nemen. Ja, oké. Okay. En die abortuspil, die krijg je dus niet bij de huisarts? Nee, dat is dus echt strafbaar. Wettelijk strafbaar. Die mag een huisarts gewoon, die zijn niet bevoegd om dat voor te schrijven. Ja. Op dit moment kan je het alleen halen bij ziekenhuizen of speciale abortusklinieken. GroenLinks die wil dit anders zien. Die wil eigenlijk dat de abortuspil ook verkrijgbaar wordt bij de huisarts. En dat juridisch gezien allemaal lekker geregeld wordt. Want wat je zegt, het is nu nog een beetje vaag inderdaad. Maar een abortuspil is dus best wel een heftige maatregel. Het is niet even een aspirintje die je naar binnen gooit. Nee, het klinkt heel onschuldig, hè, abortuspil. Maar het is echt gewoon het afbreken van je zwangerschap. Er komt best wel wat bij kijken, inderdaad, hoor. Ja. Ja. Heb je er wel eens eentje geslikt, Jamal? Nee, maar ja, als je dan verhalen hoort van vrouwen die weeën krijgen thuis, bloedingen en dat soort dingen, is het toch best wel heftig. Weeën thuis? Weeën, ja. Krijg je weeën van die pil? Dat is een miskraam. Krijg je gaat weeën? Tot kind baren, maar te vroeg. Oh god, ja. Daar heb ik helemaal niet zo over nagedacht. Ja. Als je dat dan thuis in je bed ervaart of iets, ja, dat lijkt me wel heftig. Oké, okay. Dus eigenlijk is het wel fijn om een beetje goede begeleiding te hebben ook. Zeker. Ja. En ook echt goede voorlichting. Want ik denk als je niet weet waar je aan begint, dat je wel echt kan schrikken van deze behandeling. Ja. Daarom ben ik ook de straat op gegaan om te kijken wat mensen hierover denken. Jij bent altijd benieuwd wat mensen denken, hè? Ja, altijd. Wat vindt Nederland? Wat vindt Nederland? Jamal, mens van het volk. Wat weet je van de abortuspil? Heel weinig eigenlijk. Ik weet dat die bestaat. Mijn gevoel zegt dat het in een vroeg stadium van een zwangerschap ingenomen kan worden, zodat het dan de zwangerschap stopt. Ik weet dat het inderdaad een pil is die je dan kan slikken, dat dat
uiteindelijk abortus oplevert. En waar denk je dat deze verkrijgbaar is? Ik denk niet dat je hem gewoon standaard in de kruidvat kan kopen. Ergens in een medische omgeving. Bij de apotheek denk ik of zo. Ik denk niet op heel veel plekken. Ik denk dat het best wel een moeilijke weg is om eraan te komen eigenlijk. Momenteel is hij dus alleen maar verkrijgbaar via een abortuscentrum of ziekenhuizen met een speciale vergunning. Wat vind je van deze strenge wetgeving? Oh, dat vind ik wel heftig. Het is je eigen lichaam, dus ik ben heel erg voor dat je daar je eigen keuze over mag maken. En dat je heel erg zelf als mens verantwoordelijk bent voor je daden en gevolgen daarvan. Ik zou zelf eigenlijk ook niet weten wat ik in zo'n situatie zou doen. Ik vind het best wel een hoge drempel. Ik kan me best wel voorstellen dat het sowieso mentaal, maar ook fysiek best wel heftig is om een abortus te plegen. En als je dan ook nog zo'n hoge drempel over moet gaan, dan ja, het lijkt me best wel zwaar. En denk je dat de abortuspil verkrijgbaar zou moeten zijn via de huisarts? Ja. Zeker. Ik vind dat best wel dat het best wel zou moeten kunnen eigenlijk. Ja, ik denk het wel, want dan weten ze wel dat jij dat hebt gedaan, zeg maar. Ja, ja, vind ik wel, ja. Nou, het is denk ik best wel een doorslaggevende keuze. Dus ik denk eigenlijk wel dat het goed is dat het niet heel makkelijk te verkrijgbaar is. Maar misschien wordt het soort van wordt de drempel wel heel erg laag om te zeggen, oh, dat kan makkelijk en dat gaat dan iedereen doen. Weet ik ook niet of dat het slimste idee is. Nou, sommige mensen vonden toch dat hij beschikbaar moest zijn bij de huisarts, ja. Maar dan wel met goede voorlichting. Ja, vind ik ook heel belangrijk. En sowieso denk ik over die voorlichting. Als je kijkt hoeveel mensen in deze video al niet helemaal wisten waar je überhaupt een abortuspil kan krijgen, waar je een morning after pil kan krijgen. Niet bij de drogist. Ja, morning after pil dus wel, maar een abortuspil niet. En daarom is de stelling van deze week, voor een abortus zou ik liever naar een speciale kliniek gaan. En Chiva, hoe denk jij hierover? Nou ja, ik ben dus wel één keer mee geweest met een vriendin naar zo'n kliniek. En ik was er best wel van geschrokken, want je denkt van, oh, dit wordt allemaal wel goed verzorgd en je krijgt echt een rustig gesprek. Ja. Maar ik mocht niet mee met niks, terwijl zij was er best wel slecht aan toe. Het was echt een soort lopende bandwerk. En 30 minuten later stond ze buiten, helemaal soort van getraumatiseerd, omdat ze dus naast allemaal andere meisjes lag, alleen gescheiden met gordijntjes, maar niet in een andere ruimte. En zij zei dus, ik hoorde om me heen allemaal meisjes huilen en er was zoveel pijn. En zij was zelf ook nog helemaal emotioneel over deze beslissing. Dus het is ook wel echt een hele heftige ervaring. Heel heftig. En daarna was ze ook echt heel lang ziek ervan en zo. Dus ja, ik weet niet. Misschien is het toch fijner om dat dan bij je huisarts te doen die je al kent, waar je alleen bent. Ja, ik kan me dat ook goed voorstellen. Ik ben wel matties met mijn huisarts. Ja. Zeker. Ja, en er zijn nog meer redenen waarom sommige mensen liever naar de huisarts gaan. Het is natuurlijk persoonlijker. Mensen kennen de huisarts al. Daarnaast zijn er bij klinieken lange wachtrijen. Ja. Plus het wachten op een abortus is voor een vrouw emotioneel ook hartstikke belastend natuurlijk. Ja. Dus er zitten toch wel voordelen aan. Maar ja, tegelijkertijd zijn er ook weer mensen die zeggen, ja, als het bij de dokter door de huisarts kan worden voorgeschreven, dan gaan mensen er misschien heel laks over denken van, oh, ik heb wel seks zonder condoom, want dan neem ik morgen lekker wel maar een abortus. Maar denk je dat dat argument zo het is niet mijn mening, maar... Nee, weet ik wel, maar meer van dat eeuwige argument van dat je de drempel lager maakt. Ik trek dat zo niet, we hebben het over fucking abortus. Het is niet alsof je opstaat en denkt, nou... Laat ik eens even veilig seks hebben, zodat ik lekker een kind kan aborteren. Ja, en ik denk als je er licht over denkt, dan is dat alleen maar een teken dat je dus niet goed bent voorgelicht. En dat je dus niet goed begrijpt dat dit echt een miskraam opwekt. En dat het een hele heftige ingreep is. Ja. Dus ik denk dat we inderdaad het veel toegankelijker zouden kunnen maken als we ook meer ruimte maken voor die voorlichting. Ja, ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Ja. Nou, in andere gevallen is het misschien juist wel weer fijn om naar een kliniek te gaan. Ja. Omdat als jij bij een huisarts zit en je komt uit een kleine gemeenschap, dan wil je natuurlijk niet dat iedereen weet dat jij een abortus hebt gedaan. Ja, sommige mensen vinden het ook gewoon niet fijn bij een huisarts natuurlijk. Ja, en bij een kliniek hebben ze natuurlijk wel, neem ik aan, meer echt toegespitste behandeling op alleen het doen van een abortus. Ja. In plaats van dat je bij de huisarts zit en dat hij net een uur hiervoor iemand heeft gehad met jicht of zo. Ja, stel je het ons voor. Ja, kan vervelend zijn. Hoe denk jij aan jicht? Ik dacht, eerst wat is een ziekte waar niemand boos om gaat worden? Maar goed, ja, wat is de conclusie? Wat denken we hierover? Ja, ik denk dat die wel beschikbaar moet zijn via de huisarts. Maar er moet wel inderdaad goede voorlichting voor worden gegeven over wat vrouwen thuis kunnen verwachten als ze zo'n pil innemen. Ja, het is lekker als gewoon de beide opties er zijn. Dus dat je gewoon voor twee verschillende soorten mensen iets kan aanbieden. Ja. Waarom niet? Ja. Ja, eens. Ik denk laten we een pop-up store openen in Staphorst. Toch?
Leuk idee. Beginnen we de volgende aflevering. Ja, want elke week sluiten we af met het favoriete spuiten- en slikkennummer van een van ons, of de gast, of wie dan ook. Emma, wat is jouw favoriete nummer? Nou, ik dacht ik ga voor een drugsnummer. De allereerste keer dat ik ecstasy deed en toen stond dit nummer op. Je hoort hem als het goed is nu. Het is Mapei, Don't Wait. Ah, ja, ja, ja. Het begint een beetje rustig, maar op een gegeven moment, ik weet niet. Het was zo'n goede after toen ook. Ja, ik was helemaal in de wolken. Oh, en vergeet niet te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En laat een commentje achter en vind hem gewoon leuk om met jullie te kletsen. Let's laugh and cry.